vertellen van Global Gold. Het heet nou Global Success Manager. Manager. Ja, ik wil eerst even vertellen, wat zijn de waarden van GIGOS? Hè, dat zal ik ze nog even verduidelijken. Maar ze willen eigenlijk iedereen een kwaliteit van leven geven. Streven naar zelfperfectie en wijsheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid en het vermogen om beloften na te komen. Vertrouwen in de toekomst scheppen en gevoel van veiligheid geven. Vrijheid van angsten en zorgen. En slimme, effectieve oplossingen bieden om het succes in het leven te bereiken. Dus financiële vrijheid willen ze ook. Goud is natuurlijk heel belangrijk, hè? Want goud gaat ook nu, hebben ze gezegd, weer enorm groeien. Even kijken hoor, wat hadden we nou ook alweer, wat had ik gezien? Goud is niet onderhevig aan inflatie. Als het financiële systeem ineenvalt, wat gaat er? We krijgen een digitale munt waarschijnlijk. Of een hyperinflatie. Ja, goud behoudt zijn waarde. GIGOS is zeg maar Global Gold, is in 2010 begonnen met online goudshop. In 12 jaar is het gegroeid van een eenvoudig online goudwinkel naar een groot technologisch platform GIGOS. Met al meer dan 3 miljoen geregistreerde gebruikers. Het enige platform waar je goud kunt kopen, bewaren, opslaan en verdienen. Hè? Dat verdienen doe je dus met bonussen. Alle goudbaren zijn gecertificeerd en hebben het keurmerk. Het goud komt fysiek uit Litouwen en is van bekende goudproducenten zoals Heraeus. GIG heeft 2 kantoren, eentje in Barcelona en 1 in Mexico City. Beide kunnen bezocht worden na het maken van een afspraak. GIGOS is dus een platform waarbij je dus goud kunt kopen met een korting van 8%. Wat er nu nieuw is, je kan dus ook investeren in het bedrijf Global Success Management. Daar krijg je dus tokens voor. In 2025 gaan ze naar de beurs. En dat zijn equity convertible notes. Dat zijn pre-IPO aandelen die 50% zijn gedekt door goud. En 18% rendement op de investering. Ronde 1 is in 2017 uitgegeven voor 10 euro en is nu ruim 218 euro. En ECN-ronde is gestart in juni 2021, 10 euro per stuk en zijn nu ruim 41 euro. En ja, ik wil jullie ook nog even op de hoogte houden van iets nieuws. Want ze hebben een nieuwe digitale munt. En die gaat ook in februari in de internationale markt gelden. En dat is de GICO-munt. Die is op het moment 5,81 euro. Is met 1 euro begonnen. En is in 2 weken tijd al, of een paar weken tijd al, naar die 5 euro gegaan. Maar goed, ze hebben dus ook nu een digitale munt nog erbij. Allemaal heel mooi. Ik kan eventjes nog zeggen van, als ik nou kijk vanaf bijvoorbeeld de kerstperiode, hè, 24 december had ik 206.000 euro, 150 zeg maar. En dan had ik in 1 week tijd, in 1 januari zeg maar,
had ik al 210.550. En als je nu kijkt, nu heb ik gewoon in een bepaalde tijd. Dus is ook nog iets naar beneden. Soms gaat het ook weer iets naar beneden, maar dat gaat altijd veel omhoog. En nu zit ik gewoon weer op 216, nou ja, zeg maar bijna op 217.000 euro. Dus ja, effectief heb ik dus lang niet zoveel geïnvesteerd. Hè? Dat is gewoon weer bonussen investeren en verder ermee gaan. Maar het bedrijf brengt je heel veel mooie dingen. En ja, ik ben op zoek naar financiële vrijheid. En dat wens ik voor heel veel mensen. Dus mochten jullie geïnteresseerd zijn, laat het me weten. Ik wil iedereen graag, zeker met het oog op alle inflaties, dat we straks een digitale munt krijgen. Dat de waarde van goud alleen maar stijgt. Dus het is echt een mooi iets om in te investeren. En zeker een bedrijf wat in goud investeert, is heel erg de moeite waard. En dat is voor mij dus al gebleken. Jullie weten, al mijn gegevens staan hieronder, dus je weet hoe je mij kan bereiken. Dag!